Hey Nathan. Meneer Timmermans. Geweldig je te zien. Goedemorgen. Welkom in het mooie Rotterdam. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En bij Sparta onder 9, want die gaan straks een hele mooie wedstrijd spelen tegen Excelsior. Ik zal u eerlijk zeggen, meneer Timmermans, het is geweldig om te doen. Te grote korte broek, te grote shirt. Echt die puurheid nog, dat is geweldig om te zien nog bij die kinderen. Geen druk, dat spelplezier is zo belangrijk, want dan gaan die jongens zich ook makkelijker en beter ontwikkelen. Precies. En die jongens die dan vanuit verschillende achtergronden met elkaar voetballen, die leven met elkaar, die leren elkaar een beetje kennen, die leren elkaar een beetje beter begrijpen. Ja. Ik denk dat je dat wel ziet gebeuren. Dat zijn hele kleine dingen, meneer Timmermans. Zoals elkaar groeten, dat zal u straks merken. Hoe gaan we met elkaar om? Sport gaat niet vanzelf. Ik sta hier voor 10 miljoen andere sporters in Nederland. Wat gaat uw partij betekenen voor de sport? Door de sport ontdek je wie je bent. En daarom moeten de basisvoorzieningen op orde zijn. Er moeten kleedkamers zijn, kantines zijn. Er moeten faciliteiten zijn voor al die vrijwilligers die komen. Het moet mensen makkelijker worden gemaakt. Zijn we er klaar voor, boys? Ja! Ja, dat dacht ik wel, hè? Want Sparta 109! Ja, natuurlijk. Wat gaat uw partij doen om het onderwijs en sport goed te laten samenwerken? Er moet goed onderwijs gegeven worden, er moet beter worden samengewerkt tussen sportverenigingen en het onderwijs. De faciliteiten kunnen beter gedeeld worden, dat willen we allemaal mogelijk maken. Sport is daarin totaal onmisbaar. Ja, en ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat elk kind, meneer Timmermans, kan sporten en bewegen. En daarin zijn natuurlijk profsporters natuurlijk een heel goed voorbeeld. En we lopen nu hier een half uurtje rond. Hoeveel kinderen zijn niet naar jou toegekomen? Mogen we een selfie? Mensen kijken tegen je op en tegen jouw collega's. Dus als jullie iets zeggen over hoe je moet gedragen, wat je moet vinden, de strijd tegen het racisme bijvoorbeeld, door de UEFA opgezet. De kinderen luisteren ernaar en gaan jullie nadoen in jullie gedrag. Dus vergis je nooit hoe groot de voorbeeldfunctie is van topsporters. Wie zijn wij? Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet in deze mooie stad als Rotterdam. 1 op de 5 kinderen leeft hier in armoede. Hoe gaat u er nou voor zorgen dat sport betaalbaar blijft? Heel specifiek voor sporters zou ik zeggen, via de gemeente ervoor zorgen dat als mensen de contributie niet kunnen betalen, dat de gemeente het voor ze betaalt. En daar zal ook vanuit het Rijk meer geld naar de gemeente toe moeten om dat te doen. Zoals jullie samen spelen, heb ik op jullie leeftijd nog nooit eerder gezien. Kijk, geweldig met beide voeten gewerkt, Jemijn! Yeah! Klasse Sparta! Meneer Timmermans, onwijs bedankt voor uw komst. We zien elkaar snel weer. Tot snel. En voor jullie, alsjeblieft, ga stemmen. Want sporten in de toekomst is natuurlijk hartstikke belangrijk. En niet voor een ieder vanzelfsprekend.